Ja, natuurlijk Fischie weer en vandaag weer een nieuwe, ja, gewoon gameplay hier op mijn kanaal natuurlijk. Gewoon lekker Call of Duty World at War, lekker oud, maar toch ook heel erg leuk. Best wel laggy helaas, maar ja, dat maakt niet uit, dat overleven we wel. Dat heeft iedereen hier in deze game. Gelukkig geen hackers zag ik, want het leek er wel op dat een hacker was, maar geen hacker in ieder geval in deze lobby. Ik had net al een potje gespeeld, ging wel redelijk, maar het was een hele grote man met tank. Ik kom even niet op die naam nu. Maar in ieder geval, ja, tanks. Het was een beetje een trage game, dus het was niet zo leuk om te uploaden natuurlijk. Maar dit is natuurlijk wel weer leuk. Dit is niet diep, zoals het heet, oftewel knie hoog, zeg maar, diep, zo zeg maar. Het is een redelijke kleine map, geloof ik. Maar we gaan gewoon kijken of ik een leuke score hier kan neerzetten. Het is ook gewoon een random potje. Vind je het nou leuk, hè? Dat je dus denkt, hey, ja Chris, ik wil eigenlijk wel vaker dat je van die oude Call of Duty's uploadt. Het is niet altijd heel erg gemakkelijk, want het is best wel een oude Call of Duty natuurlijk. En ja, je hebt niet echt dat je zegt van, nou, wauw, goede connectie weer. En natuurlijk veel hackers. Maar we gaan gewoon kijken of ik een leuke score kan neerzetten. Even kijken trouwens waar ze zitten nu. We have taken the lead. Want ik... ben ze nog niet tegengekomen, wou ik zeggen. Holy shit. Spelen we wel tegen mensen, ja. Spelen we tegen 5 mensen. Ik dacht eigenlijk een kleine map was. Maar dat kan ik vergeten. Het is geen kleine map. Het is een redelijk grote map zelfs. Telt trouwens TDM, omdat Domination vind je geen lobby's. Anders had ik namelijk Domination gedaan. Maar helaas. Dat is niet anders, hè. Oké, nice. Een recon plane. Dat is nice, een recon plane. Dan kun je in ieder geval een... ja, zien waar ze zitten, zou ik zo zeggen. Oh, ik dacht dat hij nog leefde, maar... maar ik dacht het niet. Oh my god. Ik hoorde hier wat lopen. Ja. Hier, hier. Kijken of ik een... of ik de dogs kan halen. Ja, ik heb dogs. Altijd nice. Gaan we lekker happen, jongens. Gaan we lekker happen. Die zit dan stil. Waar zitten die gastjes? Zitten daar. Kijken waar u mee speelt. Een sniper. Kijken of ik kan snipen met dat ding. Want ik ben er echt niet goed in met snipen. Ai, ai, ai. Nou, what the fuck? 13 keer ga ik dood hoor. Ah, jammer, 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 jammer. Kijk ook daar ergens naar binnen. Oh! What the fuck? Nou, deze gasten die doen ook veel. Hé, hey, ik dacht dat hij nog leefde. Hahaha. We kijken hier omheen. Enemy recon plane, right above us. Ja. Zit die ene gast dan weer erboven? Ja, dacht je dat ik niet in de gaten had, jongen?
Oh my fucking god. Ha 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 ha. Ja. Kut. Mijn kogels waren op. Oh my god. Even kijken. Utterly not available. Even hier. Oh, dat gaat goed dit hoor. Utterly. Oh nee, ik wou zeggen, maak niet zoveel kills altijd. Het valt mee, het valt mee, het valt mee. Het is wel fucking vet met het geluid en zo. Het blijft. Even de vlammen naar binnen. Hup. Mislukte een beetje. Ja, die is stil. Oeh. Oeh. Oh. Oh. Oh my fucking god. Ik heb mazzel hoor. Hier. Oké, okay. Nice, nice, nice. Ja, en ik heb weer dogs. Oh, 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 oh. Dogs nog available. Ja, nog even die dogs ingekald. Natuurlijk. Nou, dat ging eigenlijk wel super lekker. 26. Doei! Ja. Toen maakten ze nog echt gekomen of dit is. Zullen we het zo zeggen. Nou, in ieder geval echt dat het wel het echte oorloggevoel is. Dat heb je er wel hierbij. Oei. Nou. Hartstikke nice. 26-2. Ik zou zeggen, jongens, geef een duimpje omhoog. Natuurlijk. Voor meer. En of een andere Call of Duty moet je lekker achterlaten welke Call of Duty ik moet uploaden. Ik heb nog... wat heb ik eigenlijk? Eigenlijk alles vanaf Call of Duty 4 heb ik, dus. Laat het even achter bij de comments. Tot de volgende keer en bye bye.